door de warmte van de zon in het voorjaar de natuur tot leven komt, breekt voor de imkers een nieuw seizoen aan. Imkers houden bijen voor de honing en om meer bijenvolken te kunnen houden, hebben ze meer korven nodig. Deze nieuwe bijenkorf wordt gemaakt van buntgras dat met pitband verbonden wordt. Het handgereedschap dat daarbij gebruikt wordt is een vlechtring en een spleutsteker. Behalve dat honingbijen honing opleveren, is het grootste nut dat bijen de kruisbestuiving bij planten verzorgen, zoals bij fruitbomen in boomgaarden. Deze oude bijenkorf van roggestro moet hoognodig gerepareerd worden. De van oudsher toegepaste bijenkorven van stro of riet hebben een rustiek uiterlijk, maar worden niet vaak meer toegepast omdat met de houten bijenkast veel effectiever gewerkt kan worden. Het maken van nostalgische korven is een kunst op zich, zoals bij deze Sint Ambrosius, de beschermheilige van de imkers, of deze zwermlokker die in een boom wordt gehangen, de zwanenhalskorf en een korf opgebouwd uit verschillende delen, de zogenaamde Schotse korf. Bijen bezoeken bloemen voor het stuifmeel en de nectar. Het stuifmeel, dat aan een vacht blijft hangen, vegen de bijen in de stuifmeelkorfjes aan hun achterpoten. En de opgezogen nectar bewaren ze in de honingmaag. Teruggekeerd in de bijenkast ledigt de bij haar stuifmeelkorfjes in een cel van een honingraad en de nectar geeft zij door aan een volgende bij en zo gaat de nectar van honingmaag tot honingmaag en verandert daarbij in honing. Stuifmeel en honing is het voedsel van de bijen. De koningin legt 1000 of meer eitjes per dag in de cellen van de raten. Na 3 dagen worden larfjes geboren die door de werkbijen gevoed worden. Na 1 week maken de bijen de cellen van de larven dicht en gaan de larven zich verpoppen tot bij. Het duurt ongeveer 3 weken voordat de jonge bij zichzelf uit zijn cel zal bevrijden. De eerste weken van haar leven heeft de bij allerlei taken binnen de bijenkast. Daarna moet ze naar buiten om stuifmeel en nectar te zoeken. De imkers hebben een bijzonder grote cel ontdekt en daarin zit de larf voor de nieuwe koningin. Dat is het teken dat het bijenvolk zich gaat delen, dat we zeggen dat de oude koningin met een deel van het volk de kast binnen enkele dagen zal verlaten en gaat zwermen. De imker heeft de zwerm geschept en zal met de nodige voorzichtigheid het bijenvolkje in een nieuwe bijenkast zien te krijgen. De imker zal het zwermen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door tijdig de oude koningin met een deel van het volk uit de kast te nemen en over te plaatsen in een lege bijenkast.
Een bijenvolk produceert in de zomer veel meer honing dan ze dagelijks nodig heeft. Zij doen dit om een voorraad aan te leggen om te kunnen overwinteren. Als de honing rijp is, sluiten de bijen de honingcellen af met een dekseltje van was, zodat er geen vocht meer bij kan en dan lang houdbaar is. Dit is het moment voor de imker om de honingraten uit de kast te nemen om de honing uit de raten te gaan slingeren. De wasdekseltjes van de honingcellen worden zegels genoemd. En deze zegels moeten eerst verwijderd worden. Dit gebeurt met de zogenaamde ontzegelvork. Na het ontzegelen van de honingcellen gaan de raten in een handbediende centrifuge, waardoor de honing uit de cellen wordt geslingerd. Onderaan de centrifuge wordt de honing afgetapt en gezeefd. Geslingerde honing wil wel eens versuikeren, maar dat probleem laat zich gemakkelijk oplossen door de honing te verwarmen tot hooguit 40 graden. Door heftig met de vleugels te waaieren, kunnen de werkbijen de temperatuur in de bijenkast regelen. Zomers 35 graden en 's winters 10 graden. De energie voor deze lichamelijke inspanning halen de bijen uit de honing. Vandaar dat een wintervoorraad van honing noodzakelijk is. Maar omdat de imker alle honing heeft weggenomen, geeft hij de bijen suikerwater om de winter door te komen. Zo af en toe zal de imker de bijenstal inspecteren, totdat het volgend voorjaar aanbreekt en de cyclus zich herhaalt, van bloem, bij, nectar en honing.